Wat als je alles en iedereen kunt aantrekken behalve je tweelingziel? Deze vraag krijg ik zo vaak. Je krijgt bijvoorbeeld nieuwe mensen op je pad, mannen of vrouwen, exen die je maar terug willen, want alle exen willen jou terug. Iedereen vindt jou interessant behalve je tweelingziel. Of je kunt van alles manifesteren. Denk aan een nieuwe job, een huis, geld, gezondheid, een parkeerplek. Het maakt niet uit, je kunt alles manifesteren behalve je tweelingziel. Wat dan? Ik ben Lorraine Vesterink en ik help tweelingzielen samenkomen. Dat doe ik omdat ik het heel erg mooi vind dat iedereen onvoorwaardelijke liefde kan ontvangen. En vanuit deze onvoorwaardelijke liefde dat je meer mooie dingen kunt manifesteren voor jezelf en voor anderen. Dus hoe meer tweelingzielen samenkomen, hoe meer en beter ze kunnen vanuit onvoorwaardelijke liefde kunnen manifesteren, hoe mooier de wereld is, zodat er minder mensen minder mooie dingen creëren. Dus dan creëren we met z'n allen steeds mooiere dingen. Nou, daar doe ik het voor. En maar waar doe jij het voor? Laat me ook weten in de comments, waar doe jij het voor? Of welke affirmatie neem je mee uit deze video? Of welk learning point neem je mee? Want daar leer ik weer van en kan ik je nog beter helpen. Dus abonneer je ook op dit kanaal als je meer van dit soort video's wilt en dat je een mooi leven wilt manifesteren. Ik heb laatst nog een heel lijstje opgeschreven met wat ik allemaal gemanifesteerd heb de afgelopen jaren. Dat ik echt denk, it is amazing. Het leven is zo ontzettend veranderd in de positieve zin. En er staan nog zoveel mooie dingen te gebeuren en ja, dat gun ik iedereen. Dus ik affirmeer ook dagelijks voor alle Twin School studenten mee dat je bereikt wat het is dat jij ook maar wil. De eerste. Je hebt een nieuwe affirmatie gecreëerd. Ik kan alles en iedereen manifesteren behalve mijn tweelingziel. Dus elke dag krijg jij opnieuw het bewijs. Ja, ik kan alles manifesteren behalve mijn tweelingziel. Dus dan zul je daar nog meer van krijgen. Elke dag bewijs jij jouw eigen affirmatie. Dus je hebt een nieuwe voorwaarde gecreëerd. Die voorwaarde kun je ombuigen naar ik kan alles manifesteren en vooral mijn tweelingziel. Want het is niet voor niks mijn tweelingziel. We hebben dezelfde ziel. Dus ja, als jij iets wil, wil jouw tweelingziel dat ook. Tenzij jij bedenkt dat jouw tweelingziel dat niet wil. De kernovertuiging. Het kan zijn dat jij kernovertuigingen hebt over jouw tweelingziel. Bijvoorbeeld, waarom kiest hij niet voor mij? Dat heb ik echt 5 jaar gedacht. Waarom kiest hij niet voor mij? Waarom kiest hij niet voor mij? En elke dag kreeg ik dus het bewijs dat hij dus niet voor mij koos. Ja, dat kun je heel lang volhouden. Ik heb dat echt 5 jaar volgehouden. Dus dat zou ik je afraden. Of laat ze iemand, ja, ik realiseer me dat mijn overtuiging is, mannen zijn bang voor mij. En als je dat dus verandert, zij heeft dat dus veranderd en zij merkte al dat er veel meer mannen ja, in haar leven kwamen. Of stel, jouw tweelingziel zit nog in een relatie en dan denk je, zij heeft hem harder nodig dan ik. Ik red me wel. En dat je jezelf dus wegcijfert omdat je misschien dat gewend bent om jezelf weg te cijferen. Dat zijn allemaal dingen die wij in Twin Soul School behandelen op een dieperliggend niveau om dat te veranderen. Wat is jouw kennis over tweelingzielen? Dat is het derde punt. Het kan zijn dat je net als ik heel veel hebt gelezen over tweelingzielen. En er zijn er allemaal verhalen over rennen en jagen, over separatie, over dat de mannelijke tweelingziel nog niet ontwaakt is. En als je daarin blijft hangen, dat het allemaal moeilijk is en dat jouw tweelingziel toch wel weer zal rennen, dan heb je dus weer een nieuwe voorwaarde gecreëerd, een nieuw verhaal wat zich elke dag aan jou gaat bewijzen. Laatst hoorde ik ook een tweelingzielencoach zeggen die zichzelf de beste tweelingzielencoach ter wereld noemt. Ja, je kunt alles manifesteren behalve je tweelingziel. Hij zei ja, nee, je kunt wel een specifiek persoon manifesteren, maar niet je tweelingziel. Nou, ik moest echt zo hard lachen. Ik denk, zoiets belachelijks heb ik nog nooit gehoord. En er zijn natuurlijk altijd wel dingen die wel waar zijn, maar neem niet zomaar onhandige manifestatieregels over, want dan heb je dus, creëer je een nieuwe voorwaarde. Natuurlijk kun je alles manifesteren en juist met je tweelingziel, want als je op zielsniveau al op één lijn zit, gaat het juist veel sneller als je maar al die andere overtuigingen dat je die hebt losgelaten. En dus je moet je niet detachen van je tweelingziel, maar detachen van al die onzin. Detachen van de blokkades. Detachen van de
onhandige overtuigingen. Nou, zo ga zo maar door. Ja, dus laat je oude kennis over tweelingzielen los en kijk. Want als jij bijvoorbeeld steeds het woord tweelingziel gebruikt, maar de essentie van tweelingzielen, het is moeilijk, dan creëer je dus het is moeilijk. Of tweelingzielen, dat is altijd pijn en verdriet, want tweelingzielen is altijd verlatingsangst en bindingsangst. Of je kunt ook zeggen, tweelingzielen is een onvoorwaardelijke liefdesrelatie. Met mensen die een harmonieuze relatie kunnen hebben, die steeds meer één worden. 1 en 1 is 3. Ze zijn complementair. Wat ze ook aanpakken, er zit altijd flow op en goede energie. Samen kunnen ze mooie dingen manifesteren. Samen zijn ze een voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde. Je tweelingziel wil het liefste bij jou zijn. Dat zijn natuurlijk hele andere dingen over tweelingzielen dan het ingewikkelde. Dus ik ben heel erg voorstander dat je het ingewikkelde, dat probeer ik dus ook op dit kanaal te bewerkstelligen, dat je het ingewikkelde loslaat en dat je meer gaat intappen op de energie, dat het makkelijk is en dat je je beste niet hoeft te doen. En dat is het volgende punt. Je bent al goed genoeg. Je hoeft je best niet te doen. Dus je hoeft niks te doen om in een relatie te komen met je tweelingziel. Dus je hoeft niet nog mooier of beter of slimmer. En je hoeft zelfs niks. Je hoeft zelfs niet te manifesteren. En dus je zou helemaal niks hoeven doen, want je bent nu al goed genoeg voor je tweelingziel. En heel veel mensen die doen hun best. Die denken, nou, als ik maar geheel ben, of als ik dan, en er zijn ook heel veel video's voor, hè, of als ik nou nog meer geduld heb, of als ik maar zus zou zijn. Dat is dus iets wat je mag leren, dat je nu al goed genoeg bent. Want jouw tweelingziel is ook nu al goed genoeg voor jou. En jullie zijn allebei nu al goed genoeg voor elkaar. Nu, as in now. As in nu, dat je deze video kijkt. Jullie zijn nu al goed genoeg. En de liefde is er al. De liefde is er al. Dit is de pagina dat het er al is. Die liefde is er al. De relatie is er al. En hoe sneller jij hier kunt zijn met je energie, hoe sneller je ook die relatie krijgt. En dus dat is het enige waar je mag zijn. Dus waar je dus ook niks voor hoeft te doen. Maar waar je mag zijn als jij hier bent. Dat je al samen bent. Dan ga je het ook snel krijgen. En denk niet dat als je daar dan niet bent, dat je iets fout doet. Want dan creëer je dat weer als voorwaarde. Ja, ik doe het fout. Ik doe het blijkbaar fout. Misschien moet ik nog meer dit of dat. De volgende. Laat de beurts los. Ja, dus de beurts loslaten. Stel je voor, je ziet, er komen allemaal leuke mensen op je pad. En die beginnen steeds meer op jouw tweelingziel te lijken. Of het begint steeds meer op onvoorwaardelijke liefde te lijken. Hè? Want net voordat jij natuurlijk in een relatie komt met je tweelingziel, kan het heel goed zijn dat je steeds meer in alignment komt en dat je steeds geschiktere levenspartners aantrekt. En dat je eerst mensen aantrekt waarvan je denkt echt, nooit. Maar dat op een gegeven moment dat je denkt, nou, dat is toch echt wel bijzonder. En dat zijn die birds before land. Of dat je iemand ontmoet met dezelfde naam als je tweelingziel die ineens op jouw pad komt. Of het zijn allemaal birds before land. Maar als je dat heel erg leuk vindt, al die birds before land, of het is juist heel frustrerend, dan geef je daar dus weer energie op en krijg je steeds meer birds before land. Dus je blijft dan op die scheidingslijn zitten. Hè? Dat is die scheidingslijn. Je blijft dan hier hangen. In plaats van dat je naar die nieuwe pagina gaat, blijf je op de oude pagina. Dus je blijft bij de birds. Je blijft meer birds creëren. Dus laat die birds op een gegeven moment los. De volgende. Hef je blokkade op. Het kan dus zijn dat je in het verleden, in je jeugd, in vorige relaties of zelfs met je tweelingziel blokkades hebt gecreëerd. En daarvoor hebben wij de Heal Your Past methode. Die kun je zelfstandig volgen. Dan kun je het zelf blijven herhalen. Of je kunt een healing coaching aanvragen. Dat duurt een uur. En dan neutraliseren we jouw blokkade uit je verleden. Dus je kunt het niet vergeten, maar je kunt het wel neutraliseren, waardoor je het niet steeds opnieuw in je leven creëert. Dus er kan een blokkade op zitten. Maar dat kan ook weer een nieuwe affirmatie zijn. Nou, zit blijkbaar een blokkade op. Er zit blijkbaar een blokkade op. En dan blijf je weer hier hangen op die scheidingslijn. De volgende signs loslaten. Ja, het is best wel een lange video, maar ja, volgens mij is het wel heel waardevol als je dus alles en iedereen manifesteert behalve je tweelingziel. Dus ja, als je het interessant vindt,
dan heb ik nog een aantal punten voor je. Kijk of je de signs los kan laten. Natuurlijk is het leuk dat je constant tekenen ziet. Dat je denkt, oh, alweer 77, 77, 88, 44, 33, 55. Stuk fantastisch. Of ik zie een fiets met Union, weet je wel. Of ik zie dit of dat. Of ik zie zijn naam. Of ik zie een nummerbord, Twin Flame. Ik noem maar wat. Het is hartstikke leuk. Alleen daar creëer je dus nog meer tekens mee. En in plaats van dat je dan je union of je relatie met je tweelingziel creëert, creëer je dan gewoon nog meer tekens. Dus je blijft dan weer op die scheidingslijn. Je bent niet je relatie aan het creëren, je bent tekens aan het creëren. Tenzij je er een betekenis aan geeft. Elke keer als ik 4-4-4 zie of als ik wat ik ook zie, dan weet ik dat ik al in een relatie ben met mijn tweelingziel. Want dan ga je in de energie zitten van ik ben al in een relatie, in de energie van hebben. Ja, dat is ook de volgende. Ga op de right page zitten. Ga op de goede pagina zitten. Heel veel mensen blijven op deze pagina zitten. Dat is verleden en wat je allemaal niet wil. Dat je denkt, wat ik niet wil is geblokkeerd zijn of niet gerespecteerd voelen, niet gezien voelen, niet gehoord voelen. Noem maar wat. Hè. Dus dat zit allemaal hier. En op een gegeven moment heb je dat bedacht. Ik wil in een relatie komen met mijn tweelingziel. Ik weet dat het komt, maar dan ga je hier blijven. Ik weet dat het komt, ik weet dat het voor me is, ik weet dat het komt. En je blijft hier maar. Du moment dat jij hier blijft, hè, en hier bent en blijft op deze pagina. Ik ben in een relatie met mijn tweelingziel. We hebben het samen leuk. We doen allemaal leuke dingen. En laat dan ook karmische relaties los. Want zolang jij nog blijft hangen aan een karmische partner, waarvan jij misschien zelfs dacht, het was mijn tweelingziel, zolang jij die nog vasthoudt, kun jij jouw ware tweelingziel, ja, kun je die niet ontmoeten of niet samenkomen. Want jouw tweelingziel houdt dat dan ook in stand. En dus zolang jij je toch nog ergens verbonden bent, kun je beter zeggen, nou weet je, ik verbreek alle banden. Dat is beter voor ons allebei. We gaan ieders ons eigen weg. We doen alsof het gewoon niet bestaan heeft. En dan kun je allebei je geluk vinden. Dan is er geluk voor iedereen. Want er is overvloed voor iedereen. Dus voor jou is jouw tweelingziel er ook. Er is voor iedereen is er onvoorwaardelijke liefde. Het is niet. Natuurlijk is het zo dat niet iedereen dat in dit leven meemaakt. Omdat niet iedereen ervoor kiest. Maar als je deze video kijkt, dan is onvoorwaardelijke liefde er ook voor jou. Want je bent op zoek naar onvoorwaardelijke liefde. En dat is er al voor jou. Want deze pagina is er al voor jou. Het feit dat jij die wens hebt, betekent dat het er al voor jou is. Dus dit is er al voor jou. En zodra jij dus in de energie gaat zitten van deze goede pagina, dat je het dus al hebt. En wat heb jij daarvoor nodig om op die goede pagina te gaan zitten? Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is om in die energie te gaan zitten. Of misschien heb jij de juiste kennis nodig. In Twinsoul School, in jaar 1, krijg jij de juiste kennis over tweelingzielen. Dus ja, investeer in de juiste kennis. Ik ken heel veel mensen en die hebben dus nu hun tweelingziel naar zich toe getrokken. Ze hebben een beginnende relatie met hun tweelingziel. En die zeggen echt allemaal, zonder jaar 1 had ik nu heel anders gereageerd. Oh wacht, dat heb ik ergens gehoord. En nu beginnen alle kwartjes te vallen van al die kennis die ze hebben opgedaan. Sommige mensen zeggen, nou, ik heb jarenlang therapie gehad en na een paar maanden, jaar 1, voel ik me beter dan ooit. En dus het is ook een persoonlijk ontwikkeltraject. Dus je kunt het ook zien als een persoonlijk ontwikkeltraject en ook aftrekken als een persoonlijk ontwikkeltraject als je ondernemer bent. Maar wat moet je allemaal nog meer doen? Behalve dan de juiste kennis. Blijschrijven heeft mij heel erg geholpen. Maar blijschrijven is slechts een tool om op deze pagina te komen. Als je gaat blijschrijven, er is een webinar voor over hoe vaak schrijf je nou blij. En hoe schrijf je überhaupt. En wat schrijf je dan allemaal. Nou, ik vertel in dat webinar wat ik dan allemaal heb gedaan. Maar in feite heb jij het niet nodig. En als je dus gaat blijschrijven
met de voorwaarde, dat doe ik omdat ik in een relatie wil komen met mijn tweelingziel, dan schrijf je dus eigenlijk de constant, ik ben dus niet in een relatie met mijn tweelingziel. En dan creëer je een tegenovergestelde met het blij schrijven. Dus als je op die manier blij schrijft, kun je er beter helemaal mee stoppen. Het heeft alleen zin, het staat ook op dit boekje, maar ik weet niet, misschien dat jij het precies niet goed ziet, of tenminste omdat ik het verkeerd omfilm. Hier staat blij schrijfboekje. Het gaat dus niet om in een relatie te komen met je tweelingziel of wat je er ook inschrijft. Hè? Want je kunt dus, ik raad je aan om vooral ook dingen voor de andere dingen in je leven te schrijven. Voor gezondheid, geluk, je kinderen, je ouders, je geld, je gezondheid. En natuurlijk ook, hè, want er bestaat meer op aarde dan alleen natuurlijk jouw tweelingziel. Je kunt ook over hele andere dingen gepassioneerd zijn. Maar als je dus het doet omdat je er blij van wordt, omdat je dan in het gevoel komt dat je het al hebt, hè, doordat je dan op die goede pagina komt. Als je het daarvoor doet, is de weerstand weg en kan die tweelingziel naar je toe komen. Dus blij schrijven heeft zin, maar niet als je het doet om in een relatie te komen met je tweelingziel. En dat je denkt, oh, en als ik nou niet blij schrijf en als ik nou niet positief ben, dan kom ik niet in een relatie met je tweelingziel, want dan ben je weer dus een voorwaarde aan het creëren. En daarom kan het zo zijn dat als jij net begint met blij schrijven, kan het juist dat je heel veel manifesteert, maar het kan ook zijn dat je tegenovergestelde manifesteert, omdat je ego nog aan het werk is, je angst. Je oude patronen van ja hoor. Je schrijft op, we zijn in een relatie. En ondertussen schrijf je nee hoor, natuurlijk niet. He, dus dan kan het zijn dat je het tegenovergestelde aan te creëren bent. He, als je dat dus op die manier doet. He, dus het gaat niet om het blij schrijven. Het gaat om die holy grail. En de holy grail, daar kan geen één manifestatietechniek tegenop. Die holy grail zit in jouw hart. En als jij dus iets heel graag wil vanuit liefde, dan wordt jouw hart ietsje ruimer. Dan voel je die liefde in je hart. Dan voel je je blij worden. En dat is die holy grail. En vanuit daar kun je manifesteren. En dat kan ook in één keer. Ik kan dus iets besluiten. En 2 minuten later besluit mijn tweelingziel dat ook. Of andersom. Het kan ook zijn, kan ook andersom gaan. Maar meestal ben ik de creator. Ja, omdat dat mijn natuurlijke Divine Feminine rol is. Dus als ik dat vanuit mijn hart creëer, ja, dan hoef ik het niet eens meer blij te schrijven. Ik blij schrijf alleen omdat ik er blij van word en in de goede energie ben. En ook makkelijker mijn emoties kan controleren. Want als dan het tegenovergestelde gebeurt, zit ik wel in de goede energie. En dan denk ik, oh, omstandigheden doen er niet toe. Dit is wat ik aan het creëren ben. Dus het zorgt dat ik in een betere energie blijf en beter focus heb op de goede pagina. En dus zodra je dat loslaat, dan is het alweer te laat. Dus op een gegeven moment, dan schrijf je niet meer blij. Want dan denk je, nou ja, weet je, ik heb het nu toch allemaal al. Maar dan krijg je op een gegeven moment toch weer het tegenovergestelde. Ja, omdat je het hebt losgelaten. Dus laat die goede pagina niet los. Blijf on the right page. On the right track. Blijf on the right track. En hoe jij dat ook doet. Hè? Dus of je dat doet door visualiseren. Of door moodboards. Of er zijn natuurlijk zoveel manifestatietechnieken. Of door je jaarbrief te lezen. Het maakt er allemaal niet uit hoe je dat doet. Als je maar vanuit je eigen holy grail. Je hebt alleen maar jezelf nodig. Jouw eigen holy grail. En vanuit daar kun je dus samenkomen. En samen blijven met jouw tweelingziel. En vanuit daar alles manifesteren. Wat het ook is dat jullie maar willen. De volgende vernieuwde versie. Tune in op de vernieuwde versie van jezelf die de union met jouw tweelingziel al heeft en houdt. En tune ook in op de vernieuwde versie van je tweelingziel. Want als jij dus de oude versie van jouw tweelingziel in je leven houdt, die al die dingen doet waar jij helemaal niet blij van wordt, omdat je je daardoor afgewezen voelt, dan creëer je dus die tweelingziel in je leven, maar vervolgens heb je de oude versie van jouw tweelingziel gecreëerd. Je wilt intunen op de vernieuwde versie van jouw tweelingziel. De beste versie van jullie zelf, waarin jullie samen complementair zijn, in harmonie zijn. En niet de versie die maar wegrent en waarbij jij jaagt of andersom. Wat een gedoe. Ja, dus tune in op de vernieuwde versies, jullie vernieuwde versies. En dat is dus ook weer
blijf dus op de goede pagina en niet op de scheidingslijn van ja, ik weet heus wel dat het komt. Of op dat je blijft hangen, ja, maar mijn tweelingziel. En dat je dus zelf niet die verantwoordelijkheid neemt. Dus tot slot, alles wat jij wil, dat zoekt jou ook. Dat zoekt jou ook. Maar soms is er nog iets veel groters. Dus ik affirmeer ook altijd van, nou, dit is wat ik wil. Maar het wordt allemaal, komt allemaal nog mooier en sneller in mijn leven. Ook dingen ja, dan ik zelf al had verwacht. Ja, dus het pakt nog beter en mooier uit dan ik zelf kan bedenken. Want ik denk dat we best wel gelimiteerd zijn als mens. En dat er nog veel meer voor je is dan je je kunt voorstellen. Dus wil je samenkomen met je tweelingziel? Ik raad je de jaar 1 webinars aan. Heb je nog een blokkade? Doe de Heal Your Past of een coaching. Het webinar Blij Schrijven kan ik echt aanraden als dat jou helpt om op de goede pagina te komen. Essential oils helpen jou om je emoties in balans te brengen. Ik weet niet of je daar last van hebt. Als die emoties je constant in de weg zitten, zeker nu met volle maan, hou je rustig. Het is een volle maan waarbij harmonie en geen rekening houden met elkaar tegenover staat. Dus daar is een soort clash tussen in harmonie samen willen zijn en geen rekening houden met elkaar. Dus dat is de volle maan van vandaag. Dus hou altijd extra rekening met volle maan, met je emoties. Daar kun je essentiële oliën voor inzetten, zodat je er niet intrapt in die valkuil. En want dan ga je niet eens op de scheidingslijn zitten, maar dan ga je op die pagina zitten waar je helemaal niet wil zijn. Dus ik wens je een mooie volle maan. Hou je lekker rustig. En fijne Pasen ook natuurlijk. Ik vind het altijd wel een mooie symbolische betekenis. Er gaan nieuwe starts in. Een nieuwe periode met mooie starts. En creëer dus mooie dingen voor jou en je tweelingziel. En jij kunt je tweelingziel in je leven creëren en houden. En ik hoop heel erg dat deze video voor jou daaraan bijdraagt. Dat is mijn intentie. Alsjeblieft.